Martin van Zeist, eerste wedstrijd van Manpie de Hawks in de hoofdklasse. Wat is jouw gevoel na afloop? Toch teleurstellend. Je hoopt altijd op een beetje op een Cinderella story als je start. Zeker gezien de afloop van vorig seizoen. Aan de andere kant moet je ook heel realistisch zijn. We hebben een hele slechte voorbereiding gehad, zoals eigenlijk iedereen wel vanwege het weer. En dan zie je dat onze slagmensen toch wat moeite hebben met aanpassen aan het niveau van de hoofdklasse. Waar heeft die slechte voorbereiding, is dat alleen het weer? Ja, absoluut, want door het weer hebben we niet kunnen spelen. En als je niet speelt, dan zien de slagmensen geen pitches. En aan batting practice, trainingen, heb je als slagman niet genoeg. Je moet gewoon echt live pitching zien. En aan slag kwamen we duidelijk tekort vandaag. Je verliest ruim van Neptunus. Kun je dan toch nog wel ergens voldoening uithalen of helemaal niet? Ja, absoluut. Defensief waren we sterker dan Neptunus. We hebben geen fouten gemaakt in het veld. Ik geloof dat er één fout op het scorebord stond voor ons. Daar mag je dan toch wel heel tevreden over zijn. Ondanks dat je flink onder druk staat, houdt iedereen het kopje erbij en maakt de plays die ze moeten maken. Hoe kijk je al met al terug op de eerste wedstrijd in de hoofdklasse? Toch wel heel leuk, vooral voor de jongens. Berend Ruben had zijn allereerste hit in de hoofdklasse, dat is heel leuk. Rick van Dijk maakt zijn debuut in de hoofdklasse, een hele jonge jongen. Ja, die is wat gespannen onder dat soort omstandigheden. En dan kan het best lastig zijn op een jonge leeftijd om dan die handschoen te vinden vanaf de heuvel. Wat vond je van Neptunus? IJzersterk, goed gecontroleerd aan slag, goede pitchselectie. Ik denk dat we daar ook wel een leerpunt uit moeten trekken, dat we niet vaak genoeg voorkwamen op de slagmensen. En dan zijn de slagmensen in het voordeel, dan kunnen ze daar makkelijker gebruik van maken. Ben je tevreden met de selectie die je tot je beschikking hebt? Ja, absoluut. Het is een hele leuke ploeg, enthousiaste ploeg. Zelfs na deze nederlaag hebben ze nog steeds lol. Ook nu in de kleedkamer, de sfeer is geweldig en dit gaat uiteindelijk allemaal wel op zijn plek vallen. Wat is de doelstelling dit seizoen voor de Hawks? Onze doelstelling ga ik zeker niet bijstellen. We willen toch proberen om bij die bovenste vier te horen. Als je alleen om handhaving speelt, is dat niet voldoende. Die jongens moeten iets hebben om voor te knokken. Het zijn allemaal knokkers. En één wedstrijd na 25 oefeninnings is geen maatstaf. Je zegt je moet iets hebben om voor te knokken, maar je moet ook wel realistisch blijven, denk ik. Ja, absoluut. Maar dit is één wedstrijd en honkbal is een sport van de statistieken. En uiteindelijk wint altijd de wet van de grote getallen. En dat zal ook voor ons gaan gelden. We zullen gewoon met de werpers de slagmensen aan moeten vallen, voor moeten komen. En aan slag zullen we onze aanpassingen moeten maken.